Hello, motherfuckers! Vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. En omdat jullie het de vorige keer <coughs> zo leuk <coughs> vonden <coughs> dat ik een commentary heb <coughs> gedaan zonder facecam, doe ik het vandaag weer Holy shit, acid. Je doet echt wat je kijkers willen, <coughs> dat weet ik toch. Enkele dagen geleden is er iets geweldigs gebeurd in mijn geweldige leven. En ja, ik, ik moet hier iets over vertellen naar nee, jullie, want ik ben een YouTuber en ik vertel hoe interessant mijn leven is. En dat ga ik vandaag dus ook doen. Omdat de examens gedaan zijn, zijn er hier echt superveel feestjes. En ik denk dat dat overal is, elke dag is er wel iets te doen na de examens. Het is, het is een hele leuke hele leuke bedoeling. En het is natuurlijk de bedoeling dat je na elk feestje gaat. En dat je niet veel slaapt. En dat je echt uh, naar de kloten bent. <laughs> Want <laughs> dat is de bedoeling. Dus je doet gewoon zoveel mogelijk feestjes. Je amuseert je. Je viert dat de examens gedaan zijn. Want je hebt al zoveel geleerd van de examens. En dan heb je wel verdiend dat je even mag gaan feesten ook al heb je niet veel gedaan voor de examens. Dus het was de vierde dag of zo en het was de prom. Dus de prom, het is zo'n feestje en het is de bedoeling dat iedereen een pak aan doet en een hemd, iedereen strak. Fuck. Maar ik had echt geen zin om te feesten die avond. En ik had gewoon zin om op het strand te zitten met iedereen. Om een beetje chillen. En om gewoon ja, leuke dingen te doen. En ik weet niet. Gewoon chillen. Een beetje drinken. Niks meer doen. Gewoon niet feesten. Gewoon leuk zitten. Praten over het leven en zo dingen. En mijn vrienden hadden ook niet echt zin om te gaan. Ook al zijn ze daar wel gegaan. En ik niet. We, we gingen gewoon op het strand gaan zitten. En we zaten daar met acht of zo. We waren gewoon een beetje aan het zitten. Het was elf uur s'avonds. Een beetje drinken. Een beetje praten. Een beetje foto's nemen. Je weet het. Het typische publiek. Shit. En op een bepaald moment beginnen er een paar van mijn vrienden te roken, omdat ze roken. Dan mag ook gewoon 16, mag hier roken. Ik zat gewoon een beetje te drinken. Iedereen had een leuke tijd. Het was, het was gewoon chill. Het was echt een leuke avond. We zaten daar een uurtje of zo. En dan opeens, oude fucking nowhere, zien we dat er een politiecombi stopt. Voor ons. Dus je moet je M beelden. Wij zitten op het strand. En dan heb je de dijk. En dat is een soort van verhoogd stuk. En daar stopt er ineens een politiecombi. En wij zitten daar met die drank in onze hand. En wij weten, omdat wij aan het strand wonen, dat je s'avonds niet op het strand mag zitten met drank. Dus wij meteen allemaal, holy shit, wat de fuck moeten we doen? En zonder oud we weten, Ze hebben eigenlijk gewoon al onze shit gepakt. En dus zijn we fucking snel beginnen weglopen. En toen dachten we ineens van, eigenlijk uh, kunnen we gewoon beter blijven zitten. En dan denkt de politie dat we niks verkeerd hebben gedaan. En uh, dan zijn we gewoon gesloten. Stop met lopen en hebben we ons terug neergezet. Jammer genoeg was de politie daar toch. En jammer genoeg had de politie ook gezien dat wij waren weglopen. Dus dan komt de politie naar ons. Huh? Ja. Eh. Huh? Wat is er allemaal gebeurd, jongens? Wij gewoon niks, zijn hier gewoon even aan het zitten. Dan deden ze een hele speech over dat je niet mag zitten op het strand. Dat wisten wij natuurlijk al allemaal. En toen ik dacht dat we ons eruit hadden gepraat, kwamen ze met de enige echte brandende vraag die we allemaal al hadden zien aankomen: Als jullie niks te verbergen hebben. Waarom zijn jullie daar weggelopen? Niemand van ons wist wat we daarop moesten zeggen. Want we waren eigenlijk gewoon bang. We, we dachten daar iets ging gebeuren. We dachten daar shit ging gebeuren. Dus ik heb gewoon tegen die agent gezegd van yo, we waren gewoon geschrokken. En als er politie komt, dan schrik je altijd wel. De politieagent zegt van oké, okay, blijf hier maar even wachten. Ik ga mijn collega halen. En ik kom terug. Toen dachten we allemaal van... Yo, er, er is stront aan de knikker. We wisten dat er iets fout was. Want anders, anders zegt de politieagent niet zoiets. Dus wij zaten daar allemaal gespannen. Lekker in onze hempjes. te wachten. En opeens komen er daar twee agenten van die strandtrap. En ze hebben een hond bij. Natuurlijk dachten wij allemaal dat het een stresshond was. Want in België heb je maar twee echte drugshonden. Maar dan nog, wij waren redelijk bang. Ook al had niemand van ons drugs bij. Nooit, we hebben nooit drugs bij. We zijn gewoon vriendelijke tieners, we doen zo dingen niet. En die hond komt naar ons En wij zitten daar allemaal redelijk gespannen in En die hond komt gewoon ruiken bij ons Ze laten die hond overal aan ruiken En ja, ze reageerden niet echt Dus het bleek toch dat ze een stresshond was En dat het helemaal geen drugshond was ik, ik was redelijk opgelucht Ik dacht van oké, okay, die hond heeft hier niks gevonden Er ligt hier niks, niemand van ons heeft iets bij Ze kunnen ons maar niks pakken Tot ze natuurlijk vroegen voor onze identiteitskaarten En uh, ja, ik had mijn identiteitskaart al niet bij En de rest eigenlijk ook helemaal niet Dus we zaten daar acht jongens Acht keer geen identiteitskaart Identiteitskaart bij. Dat is pittig fucked up, want ik had alleen maar een schoolkaartje bij en je moet weten, op mijn schoolkaartje staat er bij mijn foto gewoon een grote piemel. Dus die politieagenten namen dat ze namen dan niet echt te serieus, maar het ging om de naam. Ze hadden gewoon onze naam nodig en onze woonplaats. En daarna, toen uh, iedereen van ons wel iets had gegeven, sommigen hadden gewoon ook een schoolkaartje gegeven en anderen hadden, weet ik veel, euh, abonnement van de pornoclub gegeven Of zo. I don't fucking know, maar iedereen had wel iets van verificatie gegeven voor een identiteit. En uh, toen ging die politie gaan onze namen checken in het systeem. En ja, toen, uh, toen sloeg mij stress toe. Ik zag ook dat die hond meteen opgemerkt had dat ik een beetje stress had. Ik sta bekend in het politiesysteem. En dan gaan alleen mijn echte, diepe, lange kijkers weten. Ik ben vorig jaar eens echt gebroken in een school. En ik heb daar een video van gemaakt. En voor die video ben ik echt naar het politiekantoor moeten gaan. En daarvoor hebben ze mij op. Ja, daardoor heb ik eigenlijk een soort van strafblad gekregen. Ik had echt gebroken in privéterrein van de stad. En ja, de, dus ik wist van fuck. Als ze mij hier gaan controleren ik sta bekend in dat fucking systeem. Ik wist gewoon al van op voorhand dat ik de lul was. Er was dus echt wel stront aan de knikker. Ze controleren elke naam bij iedereen. Status onbekend, woonplaats Blankenbergen, status oké. Okay. Niks aan de hand. Toen kwamen ze bij mij. Nathan van der Gunst. Woonplaats. Blankenbergen. Status. Gekend. En toen die politieagent dat hoorde. keek hij eens heel raar naar ons. En toen zei hij. Wat is het bericht bij de status? Toen hoorde ik die politieagent aan de walkie talkie zeggen. Inbraak bij privé-eigendom. En toen de datum daarvan. En ik dacht: van, No! Why? Why? Toen ben ik mee moeten gaan met die politieagent. In die kombi gaan zitten. Heb ik moeten uitleggen. Waar die avond was gebeurd. En ik ben echt gebroken in school. En heb ik moeten uitleggen wat ik aan het doen was Op het strand, terwijl ik daar gewoon zat Te genieten, gewoon te chillen, te drinken Gewoon oh, niks speciaal En die politieagent, ja, natuurlijk hij, hij kon het niet laten en hij is gewoon direct Begonnen over drugs, ik ben helemaal gefouilleerd En ja, ik ben ook gefouilleerd Bij mijn intieme zone. ik stond daar In mijn onderbroek, ze hebben alles Alles gefouilleerd, ze hebben niks gevonden Ze hebben dan nog eens gebaald naar mijn mama Om te vragen of zij wel wist dat ik weg was Het was gek, dat wil je niet meemaken Ook al heb je niks bij, ook al heb je niks gedaan? Je hebt stress. Je denkt, wat als ze toch iets vinden? En holy shit, ik was bang. Mijn mama aan de telefoon ook. Ik denk dat ze bijna aan het huilen was of zo. Ze was echt bang. En ik stond daar. Bij die politiecombi, bij die hond, bij die twee agenten. Mijn vrienden zaten nog steeds te wachten op mij. Ik wist niet waar het door mijn hoofd ging op dat moment. Ik had gewoon zin om weg te vliegen. Gewoon yo, ik ga nu wegvliegen. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. We gingen een proces verbaal opstellen ofzo. Omdat ze het toch een beetje eigenaardig vonden. Dat we met zoveel op het strand zaten. En het eigenaardigste vonden ze natuurlijk dat we waren weggelopen, terwijl we niks hadden gedaan. En uh, ja, ze hebben dan toch niks opgesteld. En ze hebben gewoon gezegd: yo, uh, jongens, blijf rustig. Doe niks speciaal. Geniet van je avond. En ze zijn weggegaan. En je zou nu denken: dat is toch niet zo erg, er is niks gebeurd. Dus dat wij daar een uur extra hebben gezeten. in volle stress. bij politieagenten. En uh, ja, dan hebben ze ons school laten gaan. en deden alsof daar niks gebeurd was. Terwijl we daar wel een uur hadden gezeten. Een uur. niks doen. Gewoon gezeten. in de stress. bij politieagenten. <laughs> en dan zeggen ze: ja, nog een goede avond, geniet ervan. Denken zij echt dat je nog kan genieten van je avond. nadat zoiets is gebeurd. Ja, nee, de, daarna ben ik gewoon naar huis gefietst en ben ik gaan slapen. Ik, uh, ik weet niet waar het was, maar ik was wel geschokkeerd. Ja, en dat was het. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Zet je zeker een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Luisteraars. <totstitie>